quote. Vandaag zou ik u graag uitleg willen geven over de toepassing van het zonerotatieschema. Zonerotatie, wat is dat precies en is dat zo belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Opdat insuline goed zou blijven opgenomen worden, is het toch wel goed om aan zonerotatie te doen. Hoe doe je dat nu? Momenteel spuit ik een beetje hier, een beetje daar en probeer ik gewoon zowel te variëren dat ik niet op dezelfde plek spuit, maar ik heb daar niet echt een schema voor. Hoe zou je dat dan aanraden? Ik ga je dat toch eens tonen op de pop. Ja, we gaan dat een keer aftekenen voor jou. Mm-hmm. Het is ook afhankelijk van welke soort insuline dat je gaat spuiten, waar dat je gaat spuiten, of in de buik of in de dij. Ja, sommige insuline mag je op bepaalde plekken niet spuiten. Ja, het is dus niet gelijk waar dat je de insuline gaat spuiten. Wij raden aan om snelwerkende insuline in de buik te spuiten. Mm-hmm. Dat wil dus zeggen dat je 3 centimeter weg blijft van de navel, dat je die zone verdeelt in 7 dagen, en telkens een andere plaats gaat nemen. Dat wil dus zeggen dat je maandag hier gaat beginnen. 'S middags ga je in het midden van de buik gaan spuiten en 's avonds onderaan. En zo ga je iedere dag een andere lijn gaan kiezen. Heb je die zone helemaal afgewerkt, dan ga je de week nadien naar de andere kant. En daar doe je dan exact hetzelfde? Net hetzelfde ook. Verdelen in 7 dagen. En ook 's morgens hier bovenaan inspuiten, 's middags in het midden en 's avonds onderaan. Het is dus ook zo dat voor sommige insulinesoorten, dat de traagwerkende en de gemengde insuline in de dij worden gespoten. Dat is net hetzelfde. Hoe ga je dat doen? Je gaat een hand leggen boven de knie. Mm-hmm. En dan ga je die zone ook verdelen in 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat je de maandag hier begint. Dan zit je het einde van de week bovenaan de dij. Mm-hmm. Heb je 2 spuiten, gemengde insulinesoorten bijvoorbeeld, dan mag je 2 rijen gebruiken. Hè? Mm-hmm. Dan ga je de middenlijn gebruiken en ga je dan 2 vingers tussen nemen en ga je dan de 2e rij gaan nemen naar de zijkant van de dij toe. En wat je nooit doet, is de binnenkanten van de dij nemen. Waarom niet? Omdat daar grote bloedvaten lopen en zenuwbanen en dat dat toch wel afgeraden wordt om daar te gaan spuiten. Telkens als je op consultatie komt bij de diabetesverpleegkundige, hebben zij wel de gewoonte om altijd de inspuitplaatsen na te kijken. Als er problemen zijn, dan gaan zij je ook aanraden om andere plaatsen te kiezen. Oh, oké, dank u wel voor uw uitleg. Dat is wel zeer leerrijk geweest. Ik ga nu zeker mijn patroon veranderen.